De schokgolven door de Nederlandse mediawereld zijn nog lang niet gaan liggen, zeker niet na de laatste onthullingen rondom de wereld door en Matthijs van Nieuwkerk. Bridget Maasland heeft zo haar eigen visie op de zaak. Wat we nu weten, is waarschijnlijk nog maar het begin, zo deelt ze in een onthullende podcast van BLVD. Maasland speculeert dat de kwestie rondom Van Nieuwkerk dieper en duisterder is dan tot nu toe aan het licht is gekomen. De onthullingen tot nu toe zijn niet mals, van schreeuwpartijen tot intimidatie. Het spectrum van grensoverschrijdend gedrag lijkt breed. De geruchten molen draaiden al op volle toeren na een explosief artikel in de Volkskrant, waarin tientallen ex-medewerkers van Nieuwkerk beschuldigden van tyrannieke woede-uitbarstingen en het publiekelijk vernederen van zijn team. Maasland zelf had echter verwacht dat de aantijgingen nog een stap verder zouden gaan specifiek richting seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de machtsdynamiek van een prominente presentator tegenover stagiaires. Volgens Bridget is er dus nog meer duurt wat er naar buiten zal komen ook de media gigant RTL, waarvan Nieuwkerk naar Uitweek in de hoop op een glansrijke comeback heeft de hand rema gehaald. Dit is niet het moment voor Matthijs om terug te keren op tv, verklaarde Peter van der Vorst, benadrukkend hoe gevoelig en complex beschuldigingen van deze aard zijn. Als reactie op deze storm van kritiek heeft van Nieuwkerk besloten de Hollandse grond voor nu te verlaten op naar Parijs, een stad die hem lief is. Hoe lang hij daar zal blijven is ongewis.